Mijn rol bij de coronamelden is dat ik de verbinder ben tussen VWS en het bouwteam. Mijn naam is Ivo en ik ben een van de architecten van de corona-app. En als architect heb ik mede bepaald hoe de app moet werken en hoe de GGD bijvoorbeeld met de app omgaat. Ik werk bij coronamelder aan de Android-app en ik ben open source community manager. Wat betekent dat ik samen met de community probeer de app beter te maken. Vanaf het begin was natuurlijk de wens om het proces zo open mogelijk te doen. Dus dat betekent dat je er ook een community bij betrekt. En dat zijn eigenlijk een hele groep, grote groep van techneuten, van designers, van mensen die eigenlijk niet in het project zelf zitten, maar wel mee kunnen kijken vanaf het begin. Het samenwerken met de community had eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant is het fantastisch om te zien hoe betrokken iedereen is en hoe iedereen mee wil helpen. Aan de andere kant zie je dat mensen ook heel kritisch kunnen zijn. Dus we zijn ook echt bewust bezig geweest met het continu in gesprek blijven en zorgen dat het gesprek ook positief en constructief blijft. Dit is natuurlijk een smeltkroes van verschillende culturen. Je hebt de overheid, je hebt een aantal mensen die wat meer uit de start-up wereld komen, je hebt een aantal externe professionals. En die zijn natuurlijk zonder elkaar te kennen en zonder enige tijd voor teambuilding zijn we gewoon bij elkaar gezet. En gaan maar een goede app maken. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Nou, wat heel erg goed ging is dat de betrokkenheid van vrijwilligers heel groot is. Zijn er problemen, dan zie je dat de community meteen met oplossingen komt. En dat is heel gaaf. En je ziet ook dat er experts zijn die juist ook in de community zitten, dat ook meteen kunnen verwerken. Ja, want uiteindelijk hebben we natuurlijk in 3 maanden tijd hebben we die app gebouwd. Als je kijkt naar commerciële app-projecten, is het vaak 3 tot 6 maanden. Is helemaal niet gek voor een app van deze omvang. Korte tijd met zoveel verschillende disciplines samenwerken en elkaar weten te vinden, dat is echt best wel uniek. Voor mij is het project eigenlijk nu al geslaagd. Ik heb een Android-app op kunnen leveren samen met mijn team, wat echt heel erg goed werkt. De mooiste app die ik ooit gebouwd heb. En het is natuurlijk pas voor de maatschappij geslaagd als we corona met behulp van de app toch beter de kop in kunnen drukken. Maar als programmeur ben ik echt al ongelooflijk trots op wat ik neer heb kunnen zetten.